Torpark, de bedrijven- en wetenschapscampus op de Oude Mijn site van Waterschei, zet vanaf volgend jaar in op het aantrekken van maakbedrijven. We mikken vooral op de slimme maak. En dat wil zeggen geïntegreerd, geconnecteerd, digitaal. Helemaal in lijn met de industrie 4.0-revolutie. Met als bedoeling die nieuwe en duurzame maakindustrie hier te houden. Dat die dus niet meer wordt geoutsourced, als men zegt, naar lage loonlanden, maar dat die hier vooral ook kan ontwikkeld worden, maar ook verankerd dan voor de productie ervan. Vandaar dat we dit ook doen om extra tewerkstelling te creëren hier in eigen streek. Waar nu nog sprokkelhout staat, moet voor die maakbedrijven eind volgend jaar dit gloednieuwe gebouw verrijzen. Met op de benedenverdieping productieateliers, in een mezzanine labo- en testruimtes en bovenin kantoren. Erg flexibel bovendien. We hebben gezorgd dat zowel de ateliers, de labo's als de kantoren heel erg sterk kunnen wijzigen in oppervlakte. Dus je kan een heel klein atelier huren en een groot labo nodig hebben. En misschien geen kantoren, dat is een mogelijkheid, maar het kan ook precies omgekeerd. In het nieuwe gebouw komt onder meer het Bilzense AMS, dat met deze Robomold grote ovens overbodig maakt bij rotatiegieten. Ook grotere bedrijven zijn welkom, met een R&D-afdeling bijvoorbeeld. Maar de bedoeling is ook voor starters de drempel laag te houden. In die zin dat we een aantal toestellen, machines zullen ter beschikking stellen, machine as a service, contract manufacturing, pilot manufacturing, om precies die startende bedrijven te helpen. Want wie zegt maakindustrie, zegt toch altijd een grote kapitaalsinvestering. Om te starten is dat niet evident. Het slimme maakgebouw, een investering van 16 miljoen, wordt 8000 vierkante meter groot. En dat is nog maar het begin. Wat we vandaag aankondigen is inderdaad de start van een eerste fase. Een eerste fase van 8000 vierkante meter van dat slimme maakgebouw. Maar dat uiteindelijk kan het opgeschaald worden tot 32.000 vierkante meter. En in totaal, als alles klaar is, zouden hier ongeveer een 600-tal mensen moeten kunnen extra te werk gesteld worden.